Ja, wat we hier op straat vooral horen is dat het een man is die al langer kampt met psychische problemen. Hij zal wel depressief zijn, zal al vaker misschien zelfmoordneigingen hebben gehad. Dus psychisch zat het niet goed. Ja, Reek is een klein dorp daar. Hoe is het nieuws binnengekomen? Ja, keihard als een bom. Het is een kleine gemeenschap. Veel mensen zitten hier bij verenigingen, zo ook het gezin. Hebben in elke vereniging ongeveer wel mensen zitten. Dus het komt hard nieuws, hard binnen het nieuws. En dat merkte ik vanochtend ook op straat. Reek wordt wakker met heel slecht nieuws. Ja, ik hoor het vanmorgen van mijn vrouw en ja, dat is onvoorstelbaar zoiets. Ja, verschrikkelijk. Gewoon verschrikkelijk. Mijn maag draait ervan om. Nou, ik deed mijn ogen open. Daar kwakken we hier. Ik dacht, wat is er allemaal gebeurd? Zo'n jong gezin en zo'n jonge kindjes. Het is verschrikkelijk wat er over zo'n dorp overheen kan komen. Het is een klein dorp, hechte gemeenschap. Ja. Wat betekent zoiets voor Reek? Nou, een hele harde slag. Dat zoiets gebeurt hier in zo'n klein dorp. En ik denk ook dat iedereen het gezin kende, want ja, ze deden bij de tennisbaan waren ze actief en bij het voetballen. Dus ja, ik denk dat iedereen echt van de waps is, om het zo maar te zeggen. Ja, iedereen kent hem en kent haar ook. En de kinderen en de voetbalvereniging en de carnavalsvereniging dus. En net als nou met die feesten wat er ook is, dat is echt een domper op zo'n feest, denk ik. Ja, dat feest, dat is dat streekfestival wat er nu gaande is. Weet je al wat daarmee gaat gebeuren? Nee, op dit moment is de organisatie aan het overleggen wat ze gaan doen. Tot nu toe was het een heel groot, fijn en vooral gezellig feest. Druk ook. Er staan nog 2 dagen op het programma, maar wat daarmee gaat gebeuren, dat is nog niet bekend. Op dit moment wordt besloten of het doorgaat of dat het afgelast wordt. Rob van Kamer.